Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Ook de mensen thuis die kijken via internet, van harte welkom of later de dienst bekijken. We willen jullie uitnodigen om met ons mee te doen en met ons mee te zingen. En onze ziel een opdracht te geven om onze God te loven. En wel 10.000 redenen te hebben om hem te danken. Doet u met ons mee. En als u kunt, wilt u dan gaan staan? Dan gaan we het eerste lied samen zingen. 10.000 redenen. Mensen,
van harte welkom. En iedereen die vanuit zijn vakantieadres meekijkt, het zullen niet zoveel zijn, maar het is drukker dan ik had verwacht. Dat leuk. Ja, hartstikke mooi. Maar van harte welkom, iedereen die hier is, iedereen die thuis meekijkt, van verre weg of deze dienst terugkijkt. Mooi dat we over de tijden en de grenzen van muren heen kerk mogen zijn met elkaar. Ik hoop dat we deze kerk mogen beleven als een kerk waar wij een God kennen die goed is en die liefde is en die hier is. Dat is voor mij de essentie van kerk zijn. Zodat we snappen en met elkaar en na elkaar toe uitdragen, dan komt het volgens mij helemaal goed. Dus, van harte welkom. Lieve mensen, aan het begin van deze dienst wil ik jullie een zegen geven. En mijn zegen voor jullie komt met de ondoorgrondelijke vrede van de Vader, de onvoorwaardelijke liefde van de Zoon en de bovennatuurlijke bemoediging van de Heilige Geest. Ik wens jullie allemaal een gezegende dienst. Ik ben echt positief verrast, jongens. Wie gaat morgen pas op vakantie? Omdat je de dienst niet wilde missen. Ja, goed zo. Lieve mensen, voordat we met elkaar gaan bidden, wil ik toch even heel kort iets vertellen. Dat moet je even... Oh, belangrijk. Mega belangrijk. Ja. Er zijn twee dingen die ik even wil vertellen. En dat eerste is dit. Even kijken, waar zitten Maar en Kobi van de Hoeven? Zijn ze daar? Lukt het om te gaan staan? Dan moet je wel even gaan staan. Dat we ook echt allemaal weten wie het is die afgelopen week 50 jaar getrouwd waren. Ja. Als je dan even wilt blijven staan voor de rest van de dienst. Nee. Maar, de 50 jaar is mooi. En Jack en Hetty op de brouw. Helemaal achterin. Jullie moeten ook even gaan staan. Want aanstaande week zijn jullie 40 jaar getrouwd. Ja! Zag je Jack die dacht, yeah! Ik heb wel 40 jaar kunnen vasthouden. Ja! Yeah. En Hetty denkt van, man, 40 jaar. Nee, je mag lekker gaan zitten. En wij gaan met elkaar bidden. En we gaan ook danken voor jullie en jullie huwelijk. En dat jullie het zo lang hebben volgehouden. Dat is een gebedje waard. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, Heer, we willen u danken voor deze dag. Heer, we willen u danken dat u ons bij elkaar hebt gebracht als kerk van Christus, als lichaam van Christus, als gemeenschap van gelovigen, Heer. En ik dank u dat het zo'n mooie club is, Heer. Dank u wel voor deze fijne gemeente, deze mooie mensen. Heer, dank u wel voor ieder hier, Heer, wat u allemaal al hebt gedaan in hun levens en wat u nog gaat doen in hun bestaan. Heer, ik wil u ook een bijzonder danken vanochtend voor Ma en Kobi en Jack en Hetty. Heer, dat commitment dat ze 50 en 40 jaar geleden hebben gemaakt, Heer. Heer, onvoorwaardelijke liefde. Heer, dank u wel dat we dit getuigenis, dat we dat zo mogen zien vandaag, Heer.
Ik bid dat ze een voorbeeld mogen zijn voor ons allemaal. Maar Heer, ik bid ook dat u vandaag in deze dienst, Heer, uw geest zijn werk laat doen. Heer, dat u het door de rijen heen gaat, Heer, en al de verschillende dingen die we gaan doen en horen en zingen en zeggen, Heer, dat u het allemaal gebruikt op, ja, om uw wil uit te werken in ons bestaan als individu, maar ook als kerk van Christus. Heer, en daarom geven we u de leiding en dragen deze dienst aan u op. En alles is voor u, alles is tot u, alles is over u. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar zingen en tijdens het volgende lied gaan we ook collecteren. En ik nodig jullie uit, geef met hart en ziel aan de gemeente die zorgt voor hart en ziel. En God zegent gever en gaven. Awesome.
allemaal. Nou, laten we maar gelijk maar weer eventjes beginnen met de eerste vraag die we altijd stellen. Weet jij welke vraag we altijd stellen? Weet jij het? Wie de jager is geweest? Heel goed. Wie is er deze week jarig geweest? Of misschien wel vandaag? Misschien hebben we vandaag wel een feestje in de kerk. Ik zie daar. Wil jij even gaan staan? Dat we goed voor je kunnen klappen. Zijn er nog meer jarigen? Nee? Nou, dan krijg jij een heel hard applaus. Zo. Eens even kijken hoor. Wie heeft de vorige week goed opgelet? Waar ging het over in de kinderkerk? Wie kan mij dat vertellen? Oeh, ik ga een andere vraag stellen. Misschien weten... Oh, ik wou zeggen, anders ga ik het gewoon aan de grote mensen vragen... of die vorige week tijdens het kindermoment hebben opgelet. Heel goed, het ging over kiezen. Ja, en vandaag gaat het weer over... Ja, niet die kiezen, nee. Vandaag gaat het weer over kiezen. En inderdaad, niet die kiezen in je mond, maar kiezen voor de Heere God, hè. Ja. De jongste kinderen krijgen vandaag ook een verhaal... over een oude vrouw die gebogen loopt. En die mevrouw die dacht niet iedere keer als ze naar de kerken wilde op Sabbat van... ga ik vandaag wel of ga ik vandaag niet? Nee hoor, ze koos niet. Ze ging altijd, want ze vond het heel fijn om naar de kerk te gaan. En jullie horen straks iets heel bijzonders. Want nadat ze heel haar leven krom liep, gebeurde er iets bijzonders. En ik denk dat na die bijzondere dag... ze ook wel mee kon doen met het volgende liedje wat wij gaan zingen. En voor dat liedje moet je even gaan staan. En ik zou het heel fijn vinden als er een paar kinderen zijn die mij willen gaan helpen. Als je wil mag je erbij komen staan. Fijne dienst.
hebben net gezongen, o Heer, mijn God, ik ben uw kind. Ik vind het altijd zo leuk, die kinderen. Een kind is net even, werd door de moeder huilend naar buiten gedragen, terwijl het kind brulde, maar ik wil hier blijven. Ja, dat heeft niet iedereen hier. Ja. En vond ook mooi om te zien, zo'n beetje hier die awkwardness van, moeten we nu meedoen? Net zoals de kinderen, of niet? Ja, jij had er geen last van, maar nee. Maar zo, moeten we nu meedoen of niet? Ben ik nu kind of niet? En ik denk altijd, die beeldspraak heeft iets heel rustgevends. Gewoon kind mogen zijn. Gewoon geen stress. Behalve dan dat ene kind dat zo graag hier wilde blijven. Maar de meeste kinderen, zeg ik dan maar, hebben niet stress. Ze komen niet van school thuis, een zesjarige, en zeggen van, poeh, even een sigaret opsteken. Wat een stress vandaag. We moesten 5 bloemen inkleuren. Ja. De meeste kinderen hebben geen stress. En dat vind ik het mooie van, en het rustgevende van een kind van God zijn. Wij zijn inmiddels volwassen geworden. We hebben geleerd dat we moeten stressen. We hebben geleerd dat we moeten presteren. We hebben geleerd dat we altijd een soort van iets moeten zijn wat mensen van ons verwachten. We hebben gewoon heel veel stress aangeleerd. Dat is gewoon aangeleerd. En dan vind ik het altijd weer rustgevend om te mogen weten, te midden van al die stress in mijn leven, de stress misschien in mijn relatie, in mijn huwelijk, op mijn werk, in mijn hoofd, in mijn ziel, in mijn lichaam, stress in de kerk, in mijn huiskring, ik weet niet waar je overal stress hebt. Dat ik te midden van al die stress mag weten, o Heer, mijn God, ik ben uw kind. Wat een rustgevende gedachte. Misschien ben je het vergeten en vind je het nu een beetje awkward. Ben ik nu kind of niet? Moet ik nu meedoen of niet? Wat een stress, hè? Ja. Gewoon, misschien heb je nodig gewoon even in die bewustwording te gaan staan, te gaan knielen en te zeggen, daarin wil ik ook leven. Altijd wetend, in het midden van de stress van mijn bestaan, de stress van deze wereld, te mogen weten, o Heer mijn God, ik ben uw kind. Wat een rustgevende gedachte. Misschien moet God dat een keer tegen jou zeggen vandaag. Je bent mijn kind. Is oké, te midden van de stress. Je bent mijn kind. Dus, we gaan met elkaar bidden. Het altaar is een open altaar, dus je bent van harte welkom. Je mag je knielen en dan gaan we zo meteen met elkaar bidden. Vader in de hemel, als u zo rondkijkt hier in deze zaal en de mensen die op afstand deelnemen aan deze gemeente. Heer, als u diep in de ogen van onze ziel kijkt, dan kan ik me voorstellen dat u bijna iedereen op een of ander vlak gewoon stress ziet. Heer, dingen waar we ons gek laten maken, misschien ook zelf ons opfokken. Heer, dingen waar externe factoren die niet echt onze schuld zijn, maar die ons gewoon bezighouden, waar we 's nachts wakker van liggen. Heer, ons hoofd maar doorgaat te malen, Heer, ons lichaam niet tot rust komt daardoor.
onze ziel eigenlijk wil vluchten. Heer, al die stress. Heer, en ongeacht waar het vandaan komt. Heer, bid ik en verlang ik en hoop ik dat u nu in het bestaan van een ieder hier kijkt, Heer. En dat we allemaal die woorden mogen horen. U bent mijn kind. Ik let wel op je. Ik kijk uit naar je. Ik hou van je. Ik zal voor je zorgen. Ik zal er zijn, soms op afstand, soms dichtbij. Maar ik ben er, want je bent mijn kind. Heer, spreek die woorden in ons bestaan. En misschien gewoon in de volgende momenten van stilte, Heer, dat we mogen luisteren met onze emoties, met onze gedachten, met ons hart en ons ziel. Heer, dat we mogen die woorden mogen horen. En dat we als het ware gewoon geestelijk door mogen ademen. En dat er wat rust mag komen in al die stress. Vader, dank u wel dat u spreekt. Ik bid dat wij mochten luisteren en durven te luisteren. Dat we de moed hebben om het te mogen onthouden. Heer, dank u wel dat u onze vader bent en dat wij ons uw kinderen mogen noemen. Wat een rustgevende gedachte. Vader, dank u wel dat u van ons houdt. En wij houden van u. In Jezus' naam. Amen. Herstel, een nieuw begin.
hold me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds the deepest waters, your suffering hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed and you won't start now. So Savior, Spirit, lead me where my trust is with.
Heer, dank u. Wij zijn van u en we mogen u onze God en onze Vader noemen. Heer, wilt u het volgende lied als dankoffer aannemen? Dat we ons hart voor u bereiden. Heer, u bent onze kracht en u bent degene die ons doet zingen. U bent ons lied. Heer, dank u voor wie u bent. In Jezus' naam. De Heer is mijn kracht. Zullen we dit staande zingen voor onze God? Nou, vandaag gaan we beginnen met een nieuwe serie. Ja, ik merk al, jullie zijn heel enthousiast. Zijn jullie enthousiast? Ja, we gaan weer wekenlang aan de slag. Nou, we gaan weer samen op pad. Dat vind ik het belangrijkste. We gaan samen op pad. En het thema van de serie, van de nieuwe serie is... Jij bent. Jij bent. En ik zie jullie allemaal denken, waar zal dit over gaan? Goed zo, want dat denk ik namelijk ook. Ook ik ga hier samen met jullie op pad. Bij de serie Herstel en ook bij de serie Chainbreakers. Meer dan het eerste verhaal had ik niet zeg maar in mijn hoofd. En dan is het gewoon ook laat het maar gebeuren en kijken wat er gebeurt. Maar hoe begin ik daarmee? Want soms komen er gewoon bepaalde ideeën of gedachten in mij op. Waar ik heel enthousiast van word. Maar de details zijn mij verder ook nog niet bekend. En ik merk dat God mij dan dus ook zo op pad stuurt met een bepaald onderwerp samen met jullie. En ik hoop dat ik jullie daarin ook mag meenemen. Dus de reis delen we.
En ik ben benieuwd naar jullie reisverslagen. Dus niet van jouw meivakantie, maar die reis die we hier samen lopen gaan met deze serie. En, dus je mag je verhalen altijd met me delen. Stuur een mail aan amen@kvdnvlaardingen.nl. En nogmaals, ik zei dat al 2 weken geleden, daar is heel bijzonder wat er allemaal binnenkomt. Ook best heftig wat er allemaal binnenkomt. Maar het is mooi om te zien en het is goed om te zien dat we daarmee bezig zijn. Dat we daarmee aan de slag gaan, dat we over dingen nadenken. Dus waar deze serie in ieder geval over zal gaan, en dat weet ik dan wel, is onze identiteit in Jezus. Waar Chainbreakers een beetje over omstandigheden ging, gaat deze serie toch wat meer over ons. En onze identiteit in Jezus. Of Ed noemt het de Christusmens. Dus de vraag is, wie zijn wij in Jezus? Wie zijn anderen in Jezus? Hoe kijken we tegen onszelf aan door de bril van het goede nieuws, het evangelie? Hoe zien we onszelf in het koninkrijk van God? Dit soort vragen. Rick Warren die zegt, God is meer geïnteresseerd in ons karakter dan in ons comfort. God is meer bezorgd, zegt hij, over onze levensheiliging dan over ons geluk. Nou, daar is een binnenkomer. Dus jij bent... Jij bent een heleboel dingen die je niet wilt zijn. Jij bent een heleboel dingen die je heel graag wilt zijn. Je bent een heleboel dingen die je niet wilt zijn, maar anderen vinden dat je het wel moet zijn. En je bent een heleboel dingen die je wel wilt zijn, maar anderen vinden dat je het niet moet zijn. Je bent ook een heleboel dingen die je niet vindt dat je moet zijn, maar je vindt ook dat het niet is wie je bent. Je bent dus vooral 1 grote verwarring. En dan kom je in de kerk en dan mag je vooral jezelf zijn. Maar als we even heel eerlijk zijn, dan hebben we eigenlijk geen idee wie we zijn. Maar diegene mag je dan hier wel gelukkig zijn. Persoonlijk denk ik dat we in de kerk graag snel zeggen dat we hier vooral onszelf moeten en mogen zijn. Omdat we moe zijn juist van de verwarring die we eigenlijk diep van binnen voelen. Want wie je wilt zijn, wint niet altijd. En dan geven we het maar op door vooral onszelf te moeten mogen zijn. Wat eigenlijk betekent gewoon stilstand. Jezelf moeten mogen zijn is gewoon synoniem voor stilstaan. Ooit, die vraag komt zo op, dan ooit afgevraagd waarom je God niet voelt terwijl je toch zo jezelf bent. Of is dat wat je zo jezelf bent misschien helemaal niet jezelf? En zit God daar wel te wachten? Dus de komende weken gaan we hiermee aan de slag. Jij bent. En we zullen in de komende weken naar een aantal gelijkenissen kijken die Jezus heeft verteld. Dus de gelijkenissen zullen, de verschillende gelijkenissen zullen een beetje zo onze leidraad zijn. In totaal zijn er 46 gelijkenissen. Dus we zijn even bezig. Jij bent moe van al die gelijkenissen. Nee. We gaan het iets korter houden. Maar voordat we kijken naar één gelijkenis vandaag, wil ik eerst het volgende duidelijk maken. Dat we dit allemaal, dat het allemaal hebben verinnerlijkt.
En dat zal een beetje onze leidraad zijn voor de komende weken. En dat is 2 Korintiërs 5, vers 17, waar Paulus zegt: daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En je hebt mij dit al zo vaak horen zeggen. En volgens mij heb ik het ook gewoon maar gejat van Ed. En ik zal het de komende weken blijven herhalen. Jij bent, in eerste instantie, jij bent nieuwe schepping. Ik hoop dat jullie mij horen, want jij bent nieuwe schepping. Er staat niet dat iemand die alles goed doet en niks verkeerd doet, en dan misschien ooit een keer nieuwe schepping zal worden. Er staat ook niet dat we, als we ooit een keer daar aankomen, kans maken op nieuwe schepping worden. Er staat dat iedereen die één met Christus is, een nieuwe schepping is. En er is soms discussie over wat dat nou eigenlijk betekent, hè, dat één met Christus zijn. Maar als ik de basisverhaallijn van de Bijbel geloof, dat God een relationele God is, dan is één met Christus zijn boven alles dit. Een actieve relatie met Jezus, waarin ik streef naar goed liefhebben van God naaste en mezelf omwille van de ander. That's it. Dit is wat mij betreft dus de economie van het Koninkrijk van God. En als we dit verlangen en de relatie met Jezus kennen, is ons leven, in ons leven, dan ben je nieuwe schepping. Dus jij bent dus nieuwe schepping. Hoor het allemaal? Ja? Jij, zelfs jij. Jij bent nieuwe schepping. En ieder die één met Christus is, is nieuwe schepping. Heb ik het vaak genoeg gezegd? Jij bent nieuwe schepping. Een paar weken geleden was ik op een kamp en dan heb ik het ook verteld. En heb ik ook 16 keer gezegd tot iemand in de zaal zei van ik wil beginnen met jij bent. En die zei van wat zei wij? En jij bent nieuwe schepping. En ik zeg het zo vaak vandaag, want velen van ons leven vanuit een andere inspiratie. Of een andere bezieling. Een bezieling die zegt, jij bent geen nieuwe schepping, maar vooral een oude kopie van jouw verleden. Even heel eerlijk, als je zo naar jezelf kijkt, ben je dan blij met wat je ziet? Ben je gelukkig met wie je bent geworden? Ja, als je leven, je verleden, je lichaam, je perspectieven, als dat allemaal een gebruikte auto zou zijn, zou jij het dan kopen? Weet je, als je jezelf even voorstelt, als je jezelf even voorstelt als een klein kind, dat droom van de toekomst, is dan dit waar je aan dacht? Dus hier is ons dilemma met dit plaatje. Want allebei zijn ze waar. Jij bent nieuwe schepping in Christus en je bent een oude kopie van je verleden. Dus als we zo naar onszelf kijken, dan zien we denk ik dat het oude moeilijk af te schudden is. Dus de uitdaging voor ons is, in de komende weken, is dus dit.
We moeten leren de nieuwe schepping te leven die we al zijn. Snap je het? We moeten leren, jij bent nieuwe schepping, dus we moeten leren leven volgens wie we al zijn. En dit krijg je niet voor elkaar door maar alleen meer goed te doen en minder verkeerd of door schijnheiligheid of alleen externe aanpassingen. En weet je, misschien is het een utopische gedachte, maar daarom heet het ook geloof. Want ik geloof dat we geroepen zijn om te ondervinden waar Jezus onder andere voor is gekomen. En hij zegt zelf, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. En misschien is het utopisch en dat klinkt in eerste instantie heel mooi, maar als het leven van Jezus dus dan het voorbeeld is van een leven in volheid, dan weten we denk ik wat dat betekent. Betekent onder andere het kruis op je nemen en niet jouw kruis. Wij zeggen altijd trouwens, dat moet ik even toelichten, dat vind ik altijd heel apart. Dan zeggen ja, dat is zijn kruis. Nee, jij hebt geen kruis. Jezus heeft een kruis en dat moet je op je nemen. Wij kunnen niet zelf verzinnen wat ons kruis is. Dus het leven in al zijn volheid is het kruis van Jezus op ons nemen. Het is als het ware sterven aan onszelf, zodat het ware ik tevoorschijn kan komen. En ik die leeft vanuit goddelijke liefde, zich afhankelijk weet van goddelijke genade en de toekomst ontmoet met een hoop die verder kijkt dan de dood. Dus onze identiteit is best belangrijk in onze beslissing over wie we willen zijn. En ik wil iemand zijn, en ik hoop jullie met mij, ik wil iemand zijn die in Christus het leven ontvangt en dit leven leert leven in al zijn volheid. Dus dat was de inleiding. Nou, in Lucas 14 vinden we dus een van de 46 gelijkenissen die Jezus vertelt. En Jezus is hier in gesprek met een man die de glorie van het koninkrijk van God wel zag, maar hij begreep nog niet hoe hij erin zou kunnen komen. En daar lezen we dan het volgende in Lucas 14, de versen 15 tot 24. Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem, dus Jezus had al andere dingen verteld bij die maaltijd, maar vervolgens zei die meneer, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Dat is een quote uit Openbaring straks, of uit het Oude Testament, wat we weer terugzien hier en daar en bladibla. Maar daar komen we straks nog op. Dus Jezus vervolgde, iemand wilde een groot feestmaal, hier komt nu het gelijkenis, hij vertelt een verhaaltje. Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. En toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. En toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. En de heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. En toen de dienaar hem kwam melden, Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats, zei de Heer tegen hem. Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. En ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Dus in dit verhaal zien we een aantal mensen die uitgenodigd waren voor een groot feest. En het was gebruikelijk in die tijd dat er 2 uitnodigingen uitgingen. De eerste was om het feest aan te kondigen, een soort van save the date.
En de tweede was om te vertellen dat nu alles gereed is voor het feest. Dat is ook wat we hier zien. Er ging een uitnodiging uit om te zeggen, alles is nu klaar, kom maar. En dit verhaal wordt vaak, dus met die twee uitnodigingen, wordt vaak een beetje naast het oude en het nieuwe verbond gelegd. De eerste uitnodiging of van God was om zijn volk te worden. En deze uitnodiging kwam door Mozes en de profeten. En de religieuze leiders, elite van deze tijd hadden deze uitnodiging uiteindelijk aangenomen ook. Ze waren Gods volk, maar ze weigerden de tweede uitnodiging aan te nemen. Die kwam door Jezus en die zei dat het koninkrijk van God gekomen was en nu gereed was voor hen. Dat is een beetje het beeld hier. En wat we vaak zien in het christelijke leven vandaag is eigenlijk heel apart trouwens dat we dat zo zien. Dat we de eerste uitnodiging prima aan kunnen nemen. Noem het maar verbondsdenken. Wij zijn deel van Gods volk. Ik weet niet of je dat wist, maar wij zijn deel van Gods volk. In Galaten 3, vers 29 maakt Paulus duidelijk dat omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Dus door Christus zijn we opgenomen in het verbond. We waren uitgenodigd en door één te worden met Christus horen we nu bij. Dat is mooi. En met deze eerste uitnodiging hebben we dus ook geen moeite. Maar het is de tweede uitnodiging waar we denk ik meer moeite mee hebben. En je zou dat misschien niet zeggen, maar ik denk het wel. We worstelen namelijk eigenlijk allemaal nog best wel met dit koninkrijke leven. En met deze nieuwe identiteit die erbij komt kijken als inwoner van het koninkrijk van God. We worstelen daarmee. We kunnen dat niet losmaken van oude kopieën. Een voorbeeld is, iemand zei een keer over mijn preken dat ze nogal links zijn. Het is alleen maar een voorbeeld, want ik heb daar zelf geen mening over, want ik probeer duidelijk te maken elke keer weer dat volgens mij kunnen wij het koninkrijk en het leven met God niet uitleggen in politieke termen. Snap je wat ik bedoel? Je kunt niet maatstaven van deze wereld gebruiken om uit te leggen wat het koninkrijk is, links of rechts. Het is niet links en het is rechts, het is gewoon het koninkrijk van God. Het is een heel andere economie. Het is ook niet groen links en het is ook niet zwart rechts. Het is het koninkrijk. Dus we worstelen daarmee om het koninkrijk te verinnerlijken, uit te leggen, toe te passen, omdat we het eigenlijk nauwelijks kunnen uitleggen zonder termen voor te gebruiken die wij kennen vanuit onze oude kopieën. Waar was ik? Dus wij worstelen daarmee, dat was het idee. En wij worstelen ook met deze nieuwe identiteit die erbij komt kijken als inwoner van het koninkrijk van God. Dit alles dus omdat we het oude moeilijk af kunnen schudden, terwijl we toch een nieuwe schepping zijn. En het oude is moeilijk af te schudden omdat het uiteraard ook door jaren heen is gevormd. Door jaren heen hebben wij kopieën verzameld, kopieën gemaakt van alles wat we hebben gezien, alles wat we hebben gehoord, alles wat tegen ons werd gezegd. Hebben we gekopieerd en dat hebben we allemaal mooi meegenomen en keurig samengevoegd in een mooi draaiboek dat nu ons leven runt. Dus onze identiteit ontstaat vrij vroeg in ons leven. En het gaat trouwens door met ontwikkelen. Constant worden kopieën toegevoegd. Constant wordt kopieën toegevoegd. En de vraag is, wat staat er op die plaatjes? Om maar één voorbeeld te noemen van hoe wij doorgaan met ontwikkelen en hoe ontwikkeling misschien soms uitziet.
Ik wil het even kort laten zien. Je moet het niet onthouden, maar het is wel mooi om het even gezien te hebben. De psycholoog Erik Erikson onderscheidt in zijn model van identiteitsontwikkelingen, of onder die identiteitsontwikkeling, 8 fasen. Daar zijn ze. Heel groot. Dus in de eerste fase is de babytijd, dat is een beetje de ontwikkeling van vertrouwen of wantrouwen. Dan de peutertijd, ontwikkeling van autonomie of schaamte. De kleutertijd, ontwikkeling van initiatief of schuld. De kindertijd, ontwikkeling van vlijt of minderwaardigheid. Adolescentie, de ontwikkeling van identiteit of rolverwarring. Dus eigenlijk niet weten wie je bent. Vroege volwassenheid is de ontwikkeling van intimiteit of isolatie. En dan de middenvolwassenheid, ontwikkeling van zorg voor komende generaties of stagnatie. En de late volwassenheid, ontwikkeling van integriteit of wanhoop. Heeft iedereen even zijn leeftijd gecheckt en even nagedacht waar die zit? Ja, ja. Nou weet je, het is natuurlijk heel links, rechts, zwart-wit. Maar wat ik duidelijk wil maken, het punt is vooral dit. Weet je, er zijn nog zat van die modellen. Je hebt Piaget, die heeft het over cognitieve ontwikkeling. Je hebt het over Kohlberg, is volgens mij morele. Of geloofsontwikkeling en Fowler is morele. Ik weet het niet, maar of zingeving. Maar in al die fasen, al dat die modellen geven aan dat wij constant kopieën verzamelen, constant ontwikkelen. En er is dus vorming en er is misvorming. Dus het punt is dit, al vroeg in ons leven hebben we dingen opgepikt die het draaiboek van ons leven werden en we blijven dingen oppikken. Dingen die bepalen of we ontwikkelen met vertrouwen of wantrouwen, met zelfstandigheid of schaamte, initiatief of schuld, ijver of een minderwaardigheidscomplex enzovoort. Dus dingen die misschien zeiden, je bent lelijk. Je bent een niemand en je kunt het gewoon niet. De kans is dan groot dat je opgroeit tot iemand die denkt dat hij lelijk is. En een niemand is en niets kan. En dat is geen realistisch beeld van jezelf. Het is geen realistisch beeld van jezelf. Aan de andere kant, misschien kreeg je zoveel, echt zoveel positieve input. En niet zozeer omdat je ouders constant zeiden van, ah, je bent zo geweldig, maar dat dus niet nu als ouders stoppen tegen je kinderen te zeggen dat ze geweldig zijn, of mooi zijn, of wat dan ook. Maar krijgen vaak zoveel positieve input, omdat kinderen een beetje het verlengstuk zijn van de dingen die ons als ouders ontbreken. Dus zoveel positieve input hebt gekregen, dat je heilig overtuigd bent dat je gewoon een onontdekte ster bent. Terwijl je dat eigenlijk gewoon niet bent. Weet je, dat is ook een onrealistisch beeld van onszelf. Dat zien we trouwens altijd mooi bij al die talentenjachtshows. Hè? Moeder zei altijd dat ik kon zingen tot een hele zaal met je met de boegeroep vertelt dat je moeder ook geen verstand van zingen heeft. Maar hoe dan ook. Bijna iedereen leeft vanuit een onrealistische kijk op zichzelf. En niet altijd zo extreem, maar wel ergens in dit spectrum. Een kijk die aan de ene kant zegt dat ik een niemand ben of dat ik een onontdekte ster ben. Kunnen we het nog volgen? Ja. Want hier is wat er gebeurt. Als gevolg van deze onrealistische kijk ontstaat er vaak diep in onze ziel een levensfilosofie die vooral uitgaat van het gevoel dat het leven ons heeft bedrogen. Ken je dat? Er zit dan dit gevoel van ongerechtigheid.
Een gevoel dat zegt, ik word niet eerlijk behandeld door het leven. Dit had anders moeten lopen. Ken je dat? Die levensfilosofie die vervolgens constant zegt, ik kom niet tot mijn recht. Ik had recht op iets anders. Ik had recht op meer. Ik had recht op beter. Op groter. Maar ik kom niet tot mijn recht. En wat dan volgt, is de strijd. Want omdat deze onrealistische realiteit eigenlijk alles is wat we kennen, willen we niet dat ons dat wordt afgepakt. Dat is dan de ironie van het verhaal. We zoeken dan eigenlijk, we willen het niet eens kwijtraken, maar we zoeken vooral troost in ons gevoel van ongerechtigheid. En dan is in de kerk mogen zijn wie je bent, wanhopig welkom en krampachtig in stand te houden. Maar dat is dus niet de uitnodiging die Jezus gaf. Want wat, even te denken, wat als dat gevoel dat je niet tot je recht komt, voortkomt uit de geest in jou en jou als het ware smeekt om in te gaan op die tweede uitnodiging. Dus wat als dat gevoel voortkomt uit de nieuwe schepping die je bent en van binnen aanklopt. Zie, ik sta aan de deur en klop aan en wie mij opendoet, met hem zal ik eten en hij met mij. Een feestmaal als het ware. Wat als het God in jou is die zegt, je hebt gelijk. Dit had anders moeten zijn inderdaad. Je komt inderdaad niet tot je recht. Over wat je recht betekent, daar moeten we het dan nog over hebben. Maar het heeft niks te maken met de dingen waarvan je denkt dat het mee te maken heeft. Maar het klopt wel. Dat gevoel van ongerechtigheid. Dus Gods uitnodiging voor je leven, ik weet niet of ik dat al vaak heb gezegd, maar hier is een mooie. Dus Gods uitnodiging voor je leven is niet alleen dat je jezelf mag zijn, maar dat je vooral jezelf mag worden. Snappen we hem? Ja, Gods uitnodiging voor je leven is niet alleen dat je jezelf mag zijn, maar dat je vooral jezelf mag worden. Je bent nieuwe schepping, maar we moeten leren te leven volgens wie we al zijn. Dus steeds meer ons door God bedoelde zelf worden. En niet de dingen waarvan wij dachten dat het mee te maken heeft. Noem het dus maar sterven aan jezelf. En weet je, als we dat doen, dan verandert God ons niet in iemand die we niet zijn. God verandert ons niet in iemand die we niet zijn. Maar God neemt alles weg dat jij niet bent. En het openbaart de persoon die je al altijd was. Dat is, wat mij betreft, de tweede uitnodiging. En dit gelijkenis bleef mij dus boeien. Want ik bleef mezelf afvragen wat het was in het leven van deze mensen dat ervoor zorgde dat ze de uitnodiging afsloegen. Wat probeert Jezus hier te zeggen? Wie zijn die mensen? Je bent misschien uitgenodigd en dan zeg je vervolgens, nou, ik heb een akker gekocht die ik beslist moet bekijken. Tot mijn spijt kan ik de tweede uitnodiging niet aannemen. Dus misschien zijn het mensen die zeggen, ik ben opgegroeid met een draaiboek dat ik altijd het overzicht moet hebben. We kunnen daar van alles nog wat in interpreteren, maar dit is wat ik daaruit haal. Ik moet altijd het overzicht hebben, sorry, maar dit oude levensmodel ga ik dus niet zomaar loslaten. Want die tweede uitnodiging, die kan ik niet overzien. Ik snap niet waar het heen gaat.
Of je bent misschien iemand die zegt, ik heb net 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de tweede uitnodiging niet aannemen. Dus misschien mensen die zeggen, ik ben met een draaiboek groot geworden, dat zegt dat ik altijd heel kritisch moet zijn naar wat ik heb en doe. Ik moet altijd keuren en beoordelen. En als ik dan zo keur en beoordeel, vergeleken met de rest, doe ik het redelijk goed. Sorry, dus, maar die tweede uitnodiging is denk ik dus meer voor de rest bedoeld. Of misschien ben je iemand die zegt, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Even tussendoor, wat ik hier heel grappig vind. Deze persoon heeft er geen spijt van. Is jullie dat opgevallen? Ja, ik heb een akker gekocht tot mijn spijt. Ik heb 5 ossen gekocht tot mijn spijt. Nee, ik ben net getrouwd en ik ga niet komen hoor. Gewoon hilarisch. Geen spijt. Niks. Ja, net getrouwd. Je weet wat dat betekent. Mm-mm. No, geen spijt whatsoever. Woehoe. Ja. Maar weet je wat ik hier ook lees? Misschien zijn het mensen die zeggen, sorry, maar ik kan die tweede uitnodiging niet aannemen, want als ik erop in zou gaan, stel dat ik verander, wat zou anderen dan van me denken? Wat zouden mensen van me vinden als ze zouden weten dat ik Jezus volg? Dus wie zijn die mensen? En toen was het heel snel duidelijk, nou, ik ben, jij bent die mensen. Wij zijn die mensen. Want ingaan op de tweede uitnodiging, dus onszelf mogen worden, is lastig. Want er is dit draaiboek dat zegt dat je bang moet zijn voor het overzicht kwijt te raken. Dat zegt dat je bang moet zijn voor wat anderen van je vinden als je zou veranderen. Dat zegt dat je jezelf beter mag vinden vergeleken met de rest. En daarom hoef je ook niet te veranderen. En vergeleken met hun die God helemaal niet kennen, zitten wij hier wel goed. Dus tot mijn spijt, maar die tweede uitnodiging is een stap te ver. Want wat is dan nog mijn houvast? Als ik niet kan vasthouden aan deze onrealistische realiteit. En dan staat er in dat verhaal dat Jezus vertelt, die Heer die zegt dus, ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren zal van mijn feestmaal proeven. En ik heb hier zo mee geworsteld, want een triest aspect van deze gelijkenis is dus dat Jezus blijkbaar haarscherp aanvoelt dat het voor velen die al zo lang verolteerden op de eerste uitnodiging, ik hoor gewoon bij, klaar, voor hen zal het enorm lastig zijn om vervolgens in te gaan op de tweede. En dat is dus anders dan de armen en kreupelen en blinden en verlamden. En in dat gelijkenis, daarom is het ook een gelijkenis, zijn allemaal beelden voor mensen in die hun gebrokenheid kennen en deze niet kunnen verstoppen in een onrealistische realiteit. Mensen die volgens anderen niemand waren, die niets hadden, die niet konden zien, die niet konden lopen, die als het ware wisten dat ze niet konden zingen. En zij, dat vind ik zo leuk, zij waren met klem uitgenodigd. Want het huis moet vol zijn met mensen zoals zij. Dus kom je ook. Nou, Jezus vertelt hier een verhaal over het koninkrijk van God en een uitnodiging.
En jij bent 2 keer uitgenodigd. De eerste keer je hoort erbij en de 2e keer het koninkrijk is hier. Dus wat doe je nu ook mee? Leef je in goede in? Je bent uitgenodigd voor het koninkrijk. Het is een koninkrijksverhaal. Het is echt een koninkrijksverhaal. En het is een beetje als in het visioen van Johannes, waar hij schrijft in Openbaring 19, de verse 6 tot en met 9. Daar zegt hij, toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen, halleluja, de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. En toen zei hij tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En ik hoop dat we het snappen. Wij zijn allemaal uitgenodigd. Want ik hoop, zien we het nog? Want Jezus, zijn gelijkenis begon over het koninkrijk en de 2 uitnodigingen. Hij begon het hiermee. Hij zegt, iemand wilde een groot feestmaal geven. Dit is dus het koninkrijk. Dus Jezus nodigt ons niet uit voor een werkkamp waar we christelijke robots in elkaar zetten die vooral niks verkeerd doen. Nee, dit is het verhaal. Het is een feest en jij bent uitgenodigd. En misschien ervaren we het soms anders. Misschien voelt het alsof God ons heeft bedrogen. Omdat het niet op een feest lijkt. Het niet altijd een feest. Die economie van het koninkrijk. Dat oude afleggen. Helemaal geen feest soms. Maar er lijkt mij geen grotere vreugde in het leven dan vooral jezelf mogen worden. Dat alles mag verdwijnen wat ik niet ben en het door God bedoelde zelf overblijft. Alles wie ik altijd al was, levensheiliging op zijn best. En God wil dat gewoon voor mij doen. God wil dat gewoon samen met mij doen. En daar ben ik voor uitgenodigd. Om te worden wie hij al die tijd al in mij zag. Dus niet het bedrog van het leven, maar ik in hem. Oh, wauw. Daar zijn we voor uitgenodigd. Best spannend. Best spannend ook. En dus zeker niet altijd een feest. Maar wat een feest! Dus de conclusie van de preek. Niet altijd een feest, maar wat een feest! En jij bent uitgenodigd. Dus ik hoop dat we die uitnodiging aannemen. En op reis gaan om te leren leven volgens wie we al zijn. Want jij bent nieuwe schepping. Amen? Amen. Wij gaan met elkaar zingen. En ik realiseerde me dat, ik heb een lied uitgekozen, ik realiseerde me dat het blijkbaar toch nogal een onbekend nummer is. Maar ik dacht, we hebben dit hier gewoon suf gezongen, maar toen zei Lara, volgens mij was dat in Zaanstad. Maar ik hoop dat we het kennen. Als we het niet kennen, doen we nog iets anders. Maar ga maar lekker staan en doe maar alsof je meedoet. Laten we gaan staan en samen zingen. Zing voor de koning. Ik hoop dat sommigen het kennen. Als we het niet kennen, leren we het vandaag. Koning en lam op de troon. Hij
Hebben we hem geleerd nu? Dus doen we hem nog een keer. Nee. Ik moest er even aan denken, maar deze preekserie is voor mij persoonlijk al heel belangrijk. Dus ik hoop dat ik dat ook duidelijk kan maken door misschien ook een beetje wat van mijn eigen weg daarin te mikken. Maar een van de momenten waar op die reis die ik daarin ben gegaan, wilde ik ook vieren. En vandaar staat er gewoon New Creation of in het Nederlands... Nieuwe schepping. En ik ga dat nog vertellen een keer. Ik weet. Spannend. Maar blijf even lekker staan. Ik heb even één mededeling. En dan gaan we met elkaar. Of twee mededelingen. En dan gaan we met elkaar bidden voor en met onze zieken. De eerste mededeling. Woehoe, even een foto laten zien. Op 2 mei gaan aanstaande woensdag is dat Trouwen Herman Vrielink en Eveline van der Elts. En ga even staan. Ja, nou, ze zitten daar. Ga even zwaaien. Ja, ja. Woehoe. Ja. En het is een mooie, een primeur, want het burgerlijke huwelijk zal om 1 uur ook hier in de kerk plaatsvinden. Dat is voor het eerst dat we dat hier doen, volgens mij. En jullie dachten, laten wij daar de zaak zijn en dit uitproberen. Ja, dat wordt heel mooi. Om 1 uur dus de burgerlijke inzegening en dan om 2 uur de kerkelijke inzegening. Beide zullen plaatsvinden hier en jullie zijn allemaal van harte welkom. Dan een tweede mededeling, een minder vrolijke mededeling is dat deze week ontvingen we het droevige bericht dat Francine van Pelt op vrijdag 20 april is overleden. En Francine van Pelt, dat zegt jullie niet heel veel, maar was die vrouw die altijd hier, tweede, derde rij zat. En volgens mij had ze al een keer een herseninfarct gehad en daardoor was ze... Ja, zat ze daar gewoon. Maar dat is Francine. En zij is dus 20 april overleden. We hebben nog niet veel meer informatie. Dat is gewoon wat ons bereikte. Er is maar 1 zoon volgens mij. En verder weten we daar nog niet meer over. Maar ik hoop dat we daar nog misschien wat van horen. Goed. Dan sowieso, wilt u meer informatie, kunt u altijd bij de informatiebalie terecht of een gesprek bij het kerkelijk bureau of hier in de zaal blijven zitten. Maar nu even nog de tijd nemen om te bidden met en voor onze zieken. En ik nodig je uit. Misschien heeft het leven jou bedrogen. En voel je het letterlijk, is het ook gewoon zo. Is het oorlog en strijd in je ziel en je lichaam en... je emoties, dan nodig ik je uit. Dan willen we als gemeente samen met en voor jou bidden. Dat is iets wat we samen doen. Dat is niet iets wat ik hier van het podium afbrul en daardoor wordt het anders, leuker, beter, heiliger. Het is juist de gemeente van gelovigen, dit gezamenlijke aspect dat wij met z'n allen de wonden van ons bestaan opdragen. Dus
Wil jij gebed? Dan nodig ik je uit. Dan mag je hier komen, naar voren komen. Dan gaan we samen met een voor jou bidden. En jullie weten hoe het werkt, dus kom er meteen daarbij als gemeente. Ga erachter staan, leg handen op. Laat weten dat we hun vasthouden in ons midden. Ja? Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heer. Heer, u ziet de gebrokenheid die zich hier openbaart. En Heer, ik hoop dat we enige troost mogen vinden in het feit dat uw woord zegt, Heer, dat we met klem zijn uitgenodigd en uw huis vol moet zijn met mensen zoals zij. Heer, dit zijn de mensen, Heer, die u het dichtst bij u trekt. En zorgt. En liefhebt. En vergeeft. En aanspreekt. En bemoedigt. En kracht geeft. En Heer, misschien zitten we zo vast in de stress van één afspraak naar de ander. De onzekerheid van de uitslagen, de medicijnen of ze zouden werken. Stress. Heer, dan hoop ik dat we gewoon mogen weten, Heer, dat op dit moment uw geest spreekt in hun bestaan. En wij uitgenodigd zijn voor dit feest, Heer. En u spreekt in hun ziel daar op dat moment en zegt, welkom, kind. Je was altijd uitgenodigd. Heer, dat we daarin de rust mogen vinden. Hoe de toekomst en de perspectief ook uit mogen zien. Heer, dat we daarin vrede mogen vinden. Genezing. Herstel. Heer, we leggen het allemaal voor uw troon neer. Heer, we nodigen uw geest uit om in de levens van mensen zijn werk te doen. Op welke manier dan ook. Heer, dat mag plaatsvinden wat moet plaatsvinden. Het mag plaatsvinden volgens uw wil. En Heer, dat we het niet gaan naast onze eigen actielijst en wensenlijst leggen. Maar Heer, dat we mogen ervaren hoe God werkt in ons bestaan. Heer, niet alleen de teleurstelling voelen. Maar juist de vrede die het verstand te boven gaat. Want wij zijn kinderen van God uitgenodigd voor dit grote koninklijke feestmaal. Dank u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Blijf even staan, dan geef ik ons een zegen mee en dan gaan we lekker naar de koffie. Of u mag nog een meezingen. Iedereen gewoon maar doen wat hij wil. Ja? Ontvang dan de zegen van God. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen. 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 Zing voor de